Na maandenlang intern gekibbel en allerlei verwijten is het nu openlijk oorlog tussen burgemeester Patrick Moenaert van Brugge en zijn open VLD-schepen Mercedes van Volsem. Zij is verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en huisvesting. Aanleiding is een interview van de schepen in het weekblad KNAK, waarin ze zegt dat het eigenlijk burgemeester Moenaert zelf is die het hele dossier rond het nieuwe voetbalstadion blokkeert. Schepen Mercedes van Volsem van Brugge spreekt vandaag in KNAK over het voetbalstadion van Club Brugge. Burgemeester Patrick Moenaert is boos. Ik heb meerdere keren gevraagd geen publieke verklaringen af te leggen. En dan dit, waarin gezegd wordt, Moenaert is het grootste obstakel voor een oplossing in dit dossier. Ik kan dat als burgemeester toch niet tolereren. De laatste vraag was inderdaad wel van, denkt u, indien Patrick Moenaert voor zou zijn, dat dat een pluspunt zou zijn in het dossier en in de vooruitgang? Waarop ik heb antwoord, ja, ik denk dat dat een evidente zaak is. Maar de titel, zoals hij in het blad staat, dat zijn zeker mijn woorden niet. Dat het al een eindje niet botert tussen de burgemeester en zijn open VLD-schepen is een publiek geheim. In zowat alle grote dossiers staan de twee lijnrecht tegenover elkaar, nu ook openlijk. Het geduld is niet oneindig. Het wordt serieus op de proef gesteld. Maar dit weegt niet op de werking van de besluitvorming. Wij hebben een coalitie die werkt. Maar ik moet wel zeggen, mijn grote droom van een grote, brede coalitie, tripartite, om de slag thuis te halen in Brussel, dat werkt niet. Er is absoluut geen oorlog. Ik denk dat het nu eenmaal ook eigen is dat twee partijen ook twee verschillende standpunten kunnen hebben. SPA Brugge, de derde coalitiepartner, betreurt de openlijke ruzie en zegt dat het niet hun manier van werken is. Intussen blijft het stil rond het voetbalstadion. De bespreking in de Vlaamse ministerraad zou opnieuw met enkele weken zijn uitgesteld.